Hoi en welkom bij een gloednieuwe Sunday video. Vandaag sta ik op een hele speciale locatie in Amsterdam. Want ik ga de LOL Surprise Super Challenge doen samen met mijn nichtje Adinda. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in, want deze video gaat geweldig worden. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele toffe challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Alleen welke hand moet je ervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Bekijk je deze video vanuit je eigen huis? Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En bekijk je deze video vanaf een hele andere locatie, gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Goed, laten we natuurlijk ook nog eventjes mijn nichtje Adinda erbij halen. Dus, even kijken waar ze is. Adinda. 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 Oh, daar ben je. Hey. Yay. Heb je een beetje zin in de video van vandaag? Ja. Yes. Ik heb er ook echt heel erg veel zin in. Maar het gaat niet één challenge worden. Het worden er een heleboel. En ze hebben allemaal te maken met deze superleuke ballen. Deze zijn van LOL Surprise. En het is het vervolg op de Remix collectie. En dit is namelijk de LOL Surprise Dance 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 collectie. Ze zien er zo gaaf uit. Dus dat betekent dat deze video in samenwerking is met LOL Surprise. Super geweldig. En je zal je misschien wel afvragen, wat ga je allemaal doen in de video van vandaag? We gaan allemaal verschillende challenges doen, waarvan de eerste in deze kamer plaatsvindt. Iemand gaat voor ons een van deze ballen verstoppen en die moeten wij dan gaan vinden. Degene die hem als allereerste vindt, mag de bal houden en uitpakken. En er zitten zoveel leuke verrassingen in, dus ik wil echt heel erg graag vinden. Maar volgens mij ben jij wel goed in dingen vinden, of niet? Ligt eraan, soms, meestal. Ik ben er nooit zo heel erg goed in, maar ik ga mijn best doen. Dus laten we beginnen. Yes, de bal is inmiddels verstopt. Maar waar ligt die? Dat is nog maar de vraag. Heb je al een idee? Nee, maar ik wil zoeken. Ja, dan kun je beginnen! Let's go. Oh, wacht, ik moet zelf natuurlijk ook gaan zoeken. Nee, ik wil hierin kijken. Oké, achter de watervloer. Nee, ja, goed zo. Ruim jij dat maar even op. Ik ga even kijken of er hier zakken in zitten. Nope. Adinda, waar ga je naartoe? Kijk jij nu onder de bank? En ligt er iets onder? Nee. Oh, dan ga ik wel gewoon even door, hè? Oh, kijk nou eens even naar. Wacht even. Oeh, lekker, ligt het lekker? Ga je even kijken? Nee, er ligt niks in, volgens mij. Ik zie daar popcorn met de pizza. Misschien ligt het hier af. Nee! Ik zou toch denken dat het in een soort van klein hoekje ligt of zo. Maar tegelijkertijd hebben alle hoekjes zo wel een beetje gecheckt nu op dit moment. Ik weet het gewoon totaal niet meer. Hoe dan? Een blauwe bal. Wat? Adinda, wat ben je aan het doen? Ik heb hem! Hey! Waar is hij? Oh my god! Dat is wel echt een hele goede plek. Je doet een dance, dance, dance move. Ja, leuk. Je victory move. Mag ik hem openmaken? Ja, nu mag je hem openmaken. Yes! Woo! Yes! Daar is hij dan. Oeh, satisfying. Lekkere ASMR is dat. Woo! Oh, kijk nou naar hoe ontzettend leuk en kleurrijk het is. Woo. Oh, dat ziet er heel leuk uit. En hoe maak je hem open dan? Oké, ik denk dat je hier moet drukken. Dat is zo cool! Wow! Nee, mijn bal. Oh, sorry. Er zitten in totaal dus 8 verrassingen in 1 zo'n balletje. Oh, wat leuk! Het is een cadeautje! Yes! En het is natuurlijk helemaal in het thema van dance. Oh! Wat leuk! Wow, zo'n holografisch kaartje. Moves. Wat voor dance move is dat? Oh, ze doet dit. En volgens mij zit er in elke bal weer een andere move. En die kun je helemaal samenstellen tot je eigen dans. Heel cool. Oh, het zijn er zoveel. Yes. Nou, laten we ze snel openmaken. En hier is ze dan. Oh, ze ziet er zo leuk uit, jongens. Nou, kijk nou eens eventjes naar hoe ongelooflijk leuk en geweldig ze is. Ze heeft allemaal verschillende accessoires. Hier hebben we een microfoontje, een drankje, zelfs een discobal. Dus dat is natuurlijk helemaal dance, dance, dance. Oeh. En niet alleen dat, ze heeft een hele leuke dansvloer. Verder is er ook nog een blacklight. Dus die kun je gebruiken als het donker is. Maar dat is het op dit moment niet. Ben je blij met jouw LOL Surprise poppetje genaamd Tempo Cutie? Tempo Cutie. Oh, I love it. Ik vind haar heel schattig. Maar dan hebben we deze nu natuurlijk uitgepakt. Alleen we hebben nog niet alle challenges gedaan. Dus we gaan nu meteen door. Yes. Let's do it. Het is nu tijd voor challenge nummer 2. Het ziet er misschien nog niet zo heel bijzonder uit. Maar dit is de ballenbak challenge. Woo!
Het ziet er zo tof uit. Raad eens wat er in een ballenbak zit. Ja, nou. Een bal. Yeah. En degene die hem als eerste wint, mag hem natuurlijk houden. Dus wie gaat hem als eerste vinden? Ik ga. Nee. Oh, Adinda. Wat ga je doen? Wat ga je? Oh my. Oké, dit moet ik zien. Zo, ze gaat er ook meteen voor, jongens. Nou, ja. Oh nee, 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 nee. Niet nu al gaan zoeken. Weet je wat, dan ga ik ook maar. Hallo. En, heb je al een bal gevonden? Bal? Nee, niet die. Waar is het, jongens? Oh, dit is spannend. We gaan even kijken. En, nee, helaas. Hey, staat op het podium. Weet je, je kan echt superleuk daarop dansen. Oké, terwijl zij dat doet, ga ik even door. Oh, jongens. Dit is echt onmogelijk. En, go. Kijk uit. Oh, ik ben ook wel benieuwd. Ik heb het gevoel dat ik daar even moet kijken op waar ligt de LOL Surprise. En, succesvol daar? Nog niet. Nog niet? Prachtig. Misschien moet ik hier maar gewoon eventjes zoeken. Zou het helemaal op de bodem liggen, denk je? Zij zit daar nog steeds gewoon. Graven, graven. Wacht even. Wat? Wat zie ik hier? Nee. Ik zag hem net. Waar is die? Hoe is het mogelijk? Ik heb hem gevonden! Woehoe. Victory dance! Yeah! Yeah! Woe! Woe! Oh, ik ben zo ontzettend blij dat ik deze ronde heb gewonnen. We gaan dan snel eventjes openritsen. Zo. Oeh, wat zal erin zitten, jongens? Hey! Oh, deze is groen. Hoe deed het ook weer? Oh ja, zo hè. Wow! Oh. Kijk nou eens eventjes naar hoeveel verschillende pakjes hierin zitten. Heerlijk! Ja, hier is ze dan. En ze ziet er geweldig uit. Zo mega kleurrijk. Haar accessoires zijn leuke zonnebril. Ze heeft hele leuke armbandjes, een zwempakje en deze twee leuke items. En dit is natuurlijk een boombox waar muziek uitkomt. Dus weer met dance te maken. En ik heb nog eventjes op het kaartje gekeken naar wie het precies is. En haar naam is Turnstep BB. Dus dat vind ik een hele leuke naam. En ze komt ook met haar eigen kaartje. En hierop staat haar eigen dance move. En dit ziet er geweldig uit. Ben je wel ready voor de volgende ronde? Ja. Let's do it! Dit keer staan we in een hele vrolijke kamer. Met allemaal telefoontjes. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met de challenge. Want we gaan voetballen. Dus van de LOL Surprise balletjes heb ik een goal gemaakt. Dit is jouw goal. Dus die moet jij verdedigen. En de mijne staat helemaal daar aan de andere kant. En dit is onze voetbal. Here we go, here we go, here we go. Nou, ik ben er klaar voor. En jij? Ik kan niet goed voetballen. Ik ook niet. En go! Ik heb hem! Yes, yes. Oh, oh. Oh jongens, dit was het voetbal. Nee, 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 nee. Dit is echt onmogelijk, jongens. Go! Yeah! Nee, 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 nee. Oh, daar gaat hij. Oh, nee. Nee, hij ging tegen de goal aan. Oh my god. Helaas. Wow. Ik was zo dichtbij, maar ik had verloren. Nee, nee, ik heb gewonnen. Gefeliciteerd met je superleuke LOL Surprise Ball. Ik ga het lekker. Ja, doe het. Wat zit erin? Wat zit erin? Er is natuurlijk altijd een kans op een dubbele. Maar er zijn in totaal 12 verschillende poppetjes die je kunt verzamelen. Dus dat zijn er heel veel. Ik zie groene glitters. Ja, dat ziet er geweldig uit. Wow! Hij zit weer vol met hele superleuke pakketjes. Ja, daar gaan we weer. Ik heb eventjes gecheckt. En het poppetje dat we dit keer hebben gekregen is Tablet. En het is een ballerina danseres. En wat is haar move? Een soort van ballet. Wow! Ziet er heel tof uit. Nou, Adinda, ben je er blij mee? Ja, ik ben wel een heel klein beetje jaloers, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar ik heb nog een kans om er eentje te winnen. Wij liggen hier lekker te chillen in onze strandstoelen. Want het is tijd voor de laatste challenge. Namelijk
de zwembad challenge. En kijk nou eens eventjes naar hoe ongelooflijk tof dit eruit ziet. Ik heb er heel erg veel zin in. Het zwembad zit helemaal gevuld met spekjes. Alleen, deze zijn niet om te eten, maar om in te zwemmen. Ja! Dus, het is eigenlijk vrij simpel. Er is een LOL Surprise Dance & Sense bal en die is daar verstopt. Dus degene die het eerste vindt, die mag hem houden. Alleen, er is nog wel één hele belangrijke regel. We moeten beginnen vanaf de glijbaan. Dus, wie gaat als eerste? Ik heb! Oké, vooruit. Adinna mag eerst. Oh, het ziet er zo gaaf uit, jongens. Are you ready? And go! Wow! Oh, het is zo zacht. Het is lekker zacht. Ik ben heel benieuwd. Oh, het ziet er heel bouncy uit, inderdaad. Ik zit erop. Ik heb er helemaal zin in. En... Yahoo! Wow! Als ik iemand was die hier iets zou verstoppen, waar zou ik het dan verstoppen? Onder de glijbaan. Ja, ga jij lekker daar zoeken? Ik denk in de jacuzzi. Ik ga er eventjes naartoe. Ho, en jump! Wow. Oh, wow! Dit ding is echt heel erg diep. Oh nee, het kan hier overal liggen, jongens. Ik ga eventjes kijken. Nee, kan je niet vinden? Nee. Oh, maakt niet uit, want ik ga hem vinden. Oké, nou, ik geef het op in de jacuzzi. Wat ga jij doen? Oh, vind je het zo gezellig samen met mij? Nou, prima. Dan gaan we samen even zoeken. Oh ja, met je voeten zoeken. Dat is een goed idee. Oh my god, dat is zo handig. Nee, echt niks. Ik vind dat met mijn voeten zoeken best wel een goed idee. Dus ik ga gewoon overal even lopen. Tada. Nee. Wacht eens even. Nee. Wacht eens even. Wat zie ik daar? Ja. Ik heb gewonnen! Victory dance! Wat gaat erin zitten? Ik denk dat we allemaal mega nieuwsgierig zijn. Hoe spannend! Nou, dan hebben we deze hele mooie vrolijke kleurtjes weer. Deze moet er ook af. Wat zit er dan onder? Blauw! Hebben we al blauw gehad? Nee, nog niet volgens mij! Oké. En... Wat gaat er in al deze verrassingspakketjes zitten? Ik ben zo ongelooflijk blij met deze. Ze ziet er prachtig uit. Ik ben zo jaloers. Ja. Ik heb eventjes haar naam opgezocht. Ze heet Rhythm Empress. Dat is echt een hele mooie naam. Past super goed bij haar. Queen. Dan moet ik even kijken naar wat haar dance move is. Dat is deze. Woehoe. Alleen... Dit is het nog niet helemaal, want kijk wat je kan doen. Ze hebben allemaal dus natuurlijk hun eigen dansvloer. En wat je dus met deze dansvloeren kunt doen, is je kunt ze in elkaar klikken. Zo, dat heb ik nu eventjes gedaan. En we gaan ze draaien. Kijk wat er gebeurt. Tada! Wow! Wow! Hoe gaaf is dit? Ik vind het echt geweldig. Ze zijn gewoon lekker met elkaar aan het dansen. Woe! Dus het is een mega dance party. En dat brengt me op een heel erg leuk idee. Adinda, heb je een beetje zin in een dance party met deze superleuke 4 moves? Yes! Let's do it! Ziet, dan betekent dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En wij zijn heel erg benieuwd naar welke van deze 4 poppetjes jouw favoriet is. Laat het ons zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zien we jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!